koffie wordt in een aantal Arabische landen eigenlijk altijd kardemom gedaan. Merkwaardig genoeg is dat juist in Jemen dat niet het geval is. Dus het koffieland bij uitstek, het land waar de koffie vandaan komt, in dat Arabische koffieland, daar wordt kardemom in de koffie eigenlijk niet gebruikt. Maar dat is, dat leidt me meteen naar iets heel anders. Dat koffie zelf natuurlijk in Jemen een heel andere positie heeft dan het hier heeft en eigenlijk nauwelijks gedronken wordt. Maar het komt er wel vandaan. Ja, het komt er wel vandaan. Dat is op zich dus een hele geschiedenis natuurlijk.